Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik weer een nieuwe aflevering van Rocket League. En vandaag is het weer heel leuk zondag. En we gaan eens even kijken of we deze match kunnen winnen van een Rumble game. En wat de heck. Na deze opname ga ik de microfoonstellingen veranderen in OBS, want ik merk dat de laatste een beetje ruis op mijn video zit. Maar precies kon ik geen flauw idee, volgens mij komt er een laatste Windows update. En reken maar op een hele lange video. Wat niemand die wil skippen. Ja, drie man niet. En waarom? Ik heb geen flauw idee. Het is alleen maar annoying voor mij met uploaden en renderen. Dan moet ik ook wel even stukjes tussenuit knippen of iets. Ik kijk wel even. Als een filmpje te lang duurt of te groot wordt, moet ik het maar doen. Want mensen begrijpen niet dat sommige mensen een langzame uploadsnelheid hebben of beter dingen te doen hebben. Dan constant zo lang moeten wachten tot iemand een keer op next drukt. Maar nee, begrijpen mensen dat. En daar kan ik ook niks meer aan doen. Ik wil ook nog R indrukken, maar het tervergeefs. Nu zijn er zelfs al vier die gewoon wachten. Kijk, alleen twee enemies niet. Why? Is dat een bijzondere goal is? Oké, dat kan ik gewoon begrijpen. Het is... Allee, dan snap ik het. Haha, gefopt. Heb ik steeds geen assist. Ik heb pas 30 punten. Wat een noob ben ik. Kijk, dan onze teammates en die andere enemy weer die skippen. Stelletje klootzakken. Au. Er komt Cortana in één keer omhoog. Op een of andere manier kan Cortana gewoon niet uit mijn Windows gesloopt. Ook zo annoying. Als je Rocket League aan het spelen bent. Vooral in competitive. Afnokken. Mijn plek op de weg. Oh my god, teammate. Why? Mag ik geen goal krijgen of zo? Volgens mij mag ik het niet van hem. Als dat hem zou liggen, had ik gewoon een. Iets anders moeten doen. Dan ga je janken in een klein hoekje. Kijk, dat zijn de mooie defense. Dit is, als je zo'n goal maakt, dan wil ik best wel nog een keer opnieuw kijken. Maar, het is gewoon rechtstreeks erin, tegen wat die enemies doen. Zoals zo'n goal wat ik nu wilde proberen te maken. Dus dan hoef ik echt niet te wachten. Dat boeit me, zo'n goal boeit me ook geen flikker, om terug te kijken. Kijk, dan ben ik de enige die meteen skipt. Mensen gewoon te graag willen zien wat er gebeurd is. Op de achtergrond. Daar gaan we weer 3-1. Ik heb pas 60 punten. Waarom? Kijk niet even achteruit. Boom. Headshot. Nou ja, als het een headshot was. Kijk, dit zijn de prachtige goals. Dit wil ik altijd even terugkijken. Dit vind ik helemaal niet zo ernstig. Dit is gewoon een hele rare goal. Kijk, dit is gewoon een skill goal. Dat wil ik altijd heel graag gewoon terugzien. En dat is gewoon grappig. Was hij nog steeds boos dat ik hem nakte? Maar ik nakte eigenlijk helemaal niets. De teammate die faalde gewoon. En ik beukte hem daar gewoon niet alleen in. Oh, ik wilde eigenlijk iemand dat opblazen. Waarom doe je dat nou? Gewoon nergens goed voor om zoiets te doen. Gewoon mensen rennen maar aan de kant trappen. Dat doe je echt toch ook niet? Als het bij jou gebeurt, ben je ook aan het huilen. Oh god, wat heb ik weer gescoord. Ja, wat zei ik je? Kijk, dit is helemaal geen interessante goal dit. Waarom niet? Kijk, het is gewoon zo'n standaard goal met plopper, plop, erin, klaar. Zo'n goal kan ik ook wel maken. Niks spectaculairs aan. Maar ja, ze hebben wel meer punten dan wat ik heb. Kijk, dat was dus wel weer spectaculaire goal als die er niet was gegaan. Maar dat is gewoon puur R&B based. Dus random number achtig iets. RNG was het. Wee, teleport. Teammate.
achterlijke honkbalknuppel dat je rondrent. Rondrijdt. Ja, jij deed me vorige keer ook verneuken. Ik doe het nu bij jou ook. Ha! Karma. Karma is een bakvis. Kijk, ik heb mijn kat aan de kant gebeukt. Hoppa, balletje meesleuren. Compleet eraan naar de kaart. Oh ja, die wordt op prijs gesteld. Ik kan wel vertellen dat die enemies ook niet echt heel goed zijn. Sowieso wel iets wat je kunt zeggen. Hey, min 1. We hebben Marley ervoor teruggekregen. Nou, die skipt sowieso wel. Zo, ik ben nog van de boer ook al. Even kijken. Kunnen we nog een keer snel scoren? Nou duurt de episode toch al lang. Dit filmpje. Ah! Jezus! Zag goed voor zat tegen me aan te beuken. Moet ik ook niet zo hard tegen je moeder aan? Misschien zal ze het wel lekker vinden, maar dat is een ander verhaal. Even kijken. Ja, dit gaat erin. Het is gewoon echt weer zo'n random goal. Wat gewoon echt gewoon niet leuk is om te zien. Dus het is echt zo'n goal van... Ja, wie pakt hem? Oh ja, teammate, ik... Hey, Harold, ik leg hem goed klaar. Kun jij hem erin maken? Zo'n goal is dat. En dat soort goals is gewoon niks aan. Tenzij je echt een hele mooie neerzet. Maar anders, nee. Hoeft zo'n goal voor mij niet. Wat? Mij lokte ik wel ergens anders op, maar... Dat is soms best wel naar. Soms kun je gewoon niet goed lokken op mensen in de lucht zitten met zo'n teleporter. We hebben nog 57 seconden. Plus 30 seconden van goals. Oh, dat heb ik echt keihard aan de kant getikt. Ha 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 ha, ik wil de safe hebben. Na 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 na. Oké. Zo wel heel erg soepeltjes dit. Not. Dit was soepeltjes. Hoe het verliep. Maar die honkbalknuppels van die teammates, die verneuken het een klein beetje. En vooral voor mij. Maar mijn geduld raakt op. Ik hoop dat nu niet meer gescoord wordt. Goed zo, enemy. Nee, we gaan die kant op. Finally, je wordt niet gescoord. In ieder geval, ik zeg, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.